Verweg in Afrika, Kameroen, ligt 50 hectare jungle, waar 15 kandidaten worden gedropt en uit handen moeten zien te blijven van 5 lokale jagers. Welke kandidaat houdt het 1 maand vol en wint 100.000 euro? Welke kandidaat is het beste in Verstoppertje? John, iedereen kent Utopia. Ja. Maar nu blijkt dat je alweer bezig bent met een nieuw concept. Dat klopt. Waarvan de opnames al in volle gang zijn. Ja. Heb je er zelf al iets van gezien? Gisteren hebben we de eerste aflevering compleet gezien. Ja. Vanmiddag heb ik de tweede gezien, van dinsdagavond. Het is prachtige televisie. Er zit emotie in, er zit humor in. Meer dan ik had gehoopt. Hoezo meer dan gehoopt? Nou, je vergeet dat ze om überhaupt in leven te blijven wel heel hard moeten blijven werken. En dat is niet makkelijk. Dat is niet makkelijk. Een gegeven dat duidelijk wordt als we naar een fragment kijken uit de tweede aflevering. Dag 2 is begonnen in de jungle. De jagers maken zich op voor een nieuwe jacht. Ze zijn euforisch omdat ze al op dag 1 verpleegster Anneke hebben neergeschoten. Ook voor paaldanseres Sandra lijkt het niet mee te zitten. Ze heeft een cruciale fout gemaakt. Ze heeft een spoor achtergelaten. Ja, het is zo dom van me. Moest gewoon schijten. De band tussen Danny en Yolanda lijkt te zijn gegroeid. Ze hebben samen een camouflagehut gebouwd. We zaten erin. En toen zei ze... Mijn huwelijk stelt helemaal niks meer voor. Er was helemaal niks meer van over. We hebben gewoon gepraat. De net gescheiden Brian is erg eenzaam in de jungle en probeert subtiel bij Danny informatie te winnen. Geneukt? Ja. Ja, we hebben lekker. Heb je er nou geneukt of hoe zit dat? Ja, dat zeg ik toch. Goed gedaan. Ja, toch. Tijdens een wandeling met Yolanda besluit Brian de stoute schoen aan te trekken. Hé, even een vraagje. Zou je bij mij ook willen of niet? We hebben toch genoeg tijd om te doden. Oh. Is prachtig. Hoe bedoel je? Oh, dat het mooie televisie is. Dat het interessante, boeiende... Tuurlijk, John. Hey, succes. Dankjewel. De reality-serie Verstoppertje zal vanaf volgende week te zien zijn bij SBS6.